Dames en heren, goedenavond. Welkom in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mijn naam is Maurice Kneppers, ik ben directeur van Van Dale Uitgevers. Wij vieren vandaag een levenswerk. Hotel Van Dale. Met H.J. Van Dale zelf. Ja, achter mijn zoon, ja. Nee, ik moet je teleurstellen, we zijn helemaal vol. Ja, dat komt omdat het vandaag een zeer bijzondere dag is. We hebben een groot feest vandaag, want mijn bedovergrootvader viert vandaag zijn 150-jarige jubileum als woordenboekenmaker. Dus er zullen talloze schrijvers en mensen inchecken hier. En zij zingt een tekst van Remco Kampert, een ode aan het Parijs van de jaren 60, over het Gare du Nord, het Noordstation. U hoort Ellen ten Damme met Het regende zon. Het regende zon, die dag in het Noordstation. Toen jij naar mij toe kwam, we omhelsden elkaar. Je zei dat je blij was, ik wist waar de bus, de 26. Die ons zou voeren langs het volk van Belleville, waar het beviel, Rue de Pyrénée, waar ik, o brigada, tegen de concierge zei, waar jij kon zetten je tas en wassen je haar en vragen wat nu. Kaboutertendens. Kaboutertendens. Ja, het is niet zo moeilijk. Nee? Nee. Dat is niet moeilijk. Ik denk dat het de kinderdagverblijfisering van onze maatschappij is. Goed. Hij is goed. Het eigenlijke, denk ik, is dit. Trend dat iemand ongemerkt steeds meer kleine mensen in zijn vriendenkring krijgt. Gebeurt dat vaak, hè? De uitdrukking is dat. Ik bespeur een kaboutertendens. Mijn vriendenkring wordt letterlijk steeds kleiner. Ja. Staat niet in ieder Van Dale van jou? Nee. Van Dale, dat is heel verrassend in Van Dale. Ook bij de voorbeeldzinnen, want Dikke komt ook vrij geregeld in voorbeeldzinnen voor. En dan staat er bijvoorbeeld bij afwaggelen de volgende voorbeeldzin. Wat voor een dikke dame van welke fijne familie komt daar de brug afwaggelen? Ja? Dat is toch, en dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar de voorbeeldzin bij het werkwoord opwaggelen, maar dat werkwoord ontbreekt in Van Dale. Dus je kunt wel ergens met een dikke kont komen afwaggelen, maar je kunt niet komen opwaggelen. Ja? Aan 5000 woorden heeft een mens genoeg om een vreemde taal behoorlijk te spreken. Enige kennis van de grammatica helpt dan om die 5000 woorden een beetje in het gareel te krijgen. Die 5000 woorden zijn uiteraard geen vaststaand reservoir. Het is rekbaar, maar we moeten ervan uitgaan dat er toch een harde kern is van essentiële woorden in een taal. Met 1200 woorden komt een vrij grote groep mensen trouwens ook redelijk uit. Passief kennen Nederlanders en Vlamingen zo'n 20.000 woorden. Als taal een middel is om de communicatie tussen mensen op efficiënte wijze te organiseren, dan is het dus een overkill om een woordenboek samen te stellen met daarin zo'n 250.000 geregistreerde woorden. Het woord. Het woord. Het woord. U heeft er vast wel van gehoord. Het woord. Het woord. Het woord. Ontelbare woorden vertellen. Vertalen. Verkopen, verhalen. Wij zijn de slaven van het woord. Dat altijd blijft en altijd reist. Van tijd naar tijd, van taal naar taal, van mens naar mens. Speltje.
Gaat u niet piepen als ik verkeerd prik? Mag er zijn. Dank u wel. Gefeliciteerd. Dank u wel. En we hebben nog iets. Oh. Met een jubileum. Van harte. Dames en heren. En dan wil ik u nu graag vragen. Om op te gaan staan. Staat u allen op. En geef u een daverend applaus. Voor deze man.